Dag, welkom. Fijn dat jullie hier allemaal aanwezig zijn op dit tweede webinar over de grens. Het is een reeks waarin wij in gesprek met ervaringsdeskundigen uit zowel de beleids-, de kennis- als de praktijkhoek de vinger willen leggen op wat de succesfactoren en aandachtspunten zijn bij grensoverschrijdend samenwerken. Deze reeks organiseren wij in het kader van Wij Maken Nederland. Dat is een platform om met de vakwereld na te denken over de toekomst van Nederland. Opgestart in het kader van het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie. Wij doen dit in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, de VRP. En met ondersteuning ook van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben Rien van de Wal van Vereniging Delta Metropool. Wij zijn een denktank en een vereniging met zowel publieke als private leden, zowel de openbare als de private sector. En wij zijn met activiteiten zoals deze reeks van webinars, maar ook met ontwerpend onderzoek, actief op thema's die raken aan stedelijke of ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en ruimer perspectief het laaggelegen deltagebied. Dus daar komt Noord-Rijn-Westfalen, daar komt Vlaanderen, daar komt Noord-Frankrijk bij kijken. Mobiliteit neemt daarin ook een belangrijke plaats in, vandaar ook onze interesse om het over grensoverschrijdende mobiliteit te hebben in deze reeks. Ik geef nog even mee dat dit webinar wordt opgenomen en na afloop voor terugkijken beschikbaar wordt gesteld op ons YouTube-kanaal. En de link daarnaartoe komt zo dadelijk ook in de chat. Uw vragen zijn van harte welkom, uw vragen aan de sprekers van zo dadelijk. Gebruik daarvoor de chat. We maken in het laatste half uur tijd om die vragen aan de sprekers voor te leggen. Maar alvorens we van start gaan, is het misschien toch interessant om alvast kort drie highlights van ons eerste webinar van vorige week over de grens uit te lichten. Onze gasten van vorige week die waren het er eigenlijk over eens dat wetgeving, instituties, beslissingsprocessen, financieringskanalen niet alleen sterk verschillen, maar ook nog eens heel inert zijn, heel moeizaam aangepast worden. En dat die verschillen ook in de praktijk veel meer opspelen dan culturele of mentaliteitsverschillen tussen landen. Vandaar de goede raad van onze gasten om bescheiden te beginnen met een concreet project en elkaar in dat kennen, elkaars talenten ook te leren kennen. En eens als die netwerken en die keer er zijn, dan wordt het veel makkelijker om structuren op te zetten. Of te kijken of inbedding in bestaande structuren, zoals de regio's of de EGTS, of die kan gebeuren, hè, structuren die dan ook stroomopwaarts stroomopwaarts in planningsprocessen gedeelde toekomstvisies kunnen vormgeven. We zagen dat rondom de North Sea Port, hè, de Gent-Zeeuwse fusiehaven, daar hebben lokale besturen elkaar nu gevonden om grensoverschrijdend beleid te ontwikkelen. Niet alleen rond die haven en de economie, maar ook rond het leefkwaliteit, huisvesting, mobiliteit. En rond die mobiliteit gaan we dadelijk ook een verhaal horen. Het besef is er ook wel tenslotte dat dat begin niet eenvoudig is. Omdat je toch van bij de start over die grens heen een soort eigenaarschap moet creëren. De liefde moet van twee kanten komen, zoals een van de sprekers het zei. Met kennis en begrip van elkaars opgave en met het inzicht dat die opgave, dat voor die opgave 1 plus 1 vaak meer is dan 2, kan alvast een veelbelovende start gemaakt worden. Zoals gezegd, de YouTube-link naar het eerste webinar komt zo dadelijk in de chat. Maar wat staat er nu vandaag op het programma? Wel, we gaan het over mobiliteit hebben. We gaan van start met verkeerskundige Willy Miermans. En daarna geven we het woord aan Sven Lieten van de vervoerregio Limburg en tenslotte Bruno Reniers van de Gentse Kanaalzone. Elk voor een presentatie van een tiental minuten, zodat we rond 13:20 onze drie gasten in gesprek kunnen laten gaan met elkaar en met Paul Gerritsen, directeur van de vereniging Delta Metropool. En afsluiten doen we om 14:00.
Om te beginnen, Willy Miermans, socioloog van opleiding. En bijna 20 jaar lang docent aan de Kunsthogeschool in Genk. Wij hebben Willy uitgenodigd om zijn jarenlange ervaring als mobiliteitsdeskundige, waarbij hij trouwens altijd de relatie heeft opgezocht met de ruimtelijke planning en de stadsontwikkeling. Hij richtte de Hogeschool voor, Verkeerskunde op, waarvan Sven, die horen we later, vandaag coördinator is, en vervolgens ook de master in mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. Maar daarnaast is Willy ook een grenslander bij uitstek. Hij is inwoner van Mazeik, gelegen op de grens Maas. Hij onderhoudt in die hoedanigheid veel contacten over de grens heen en met Maastricht in het bijzonder. Ik geef graag het woord aan Willy. Willy, je staat nog eventjes op mute. In orde. Oké. Share. Oh, ik zie dat mijn presentatie nu op het einde zit. Kan dat? Die zit op het einde, ja. Oh, en dan ga ik helemaal terug. Oh, la, 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 la. Ik leer elke dag bij, sorry. Ben ik nu verstaanbaar en zichtbaar? Perfect verstaanbaar en zichtbaar. Oké, dan goedemiddag allemaal. Ik ga heel snel door de presentatie en de titel van mijn verhaal is De paradox van de grens. Als het gaat over grensoverschrijdende mobiliteit, wat is eigenlijk de kern van mijn betoog gebaseerd op die ervaring als grenslander. De grens is een beetje gelijk fysica. Als er spanning is tussen twee polen, ontstaan stromen. En we willen allemaal dat die grens weg is binnen de Europese Unie en Schengen en de regio enzovoort. Maar ik merk dat we toch nog altijd te maken hebben met spanningsmobiliteit, als ik het zo mag noemen, waar op zich niks mis mee is. Maar daardoor laten we kansen liggen. Dat is een beetje de kern van mijn betoog. Ik ga, als alles goed gaat, naar mijn volgende slide. Ja, dit is een kaartje van Belgisch en Nederlands Limburg. En ik heb de Nederlandse, zeg maar, stedelijke kernen wat omcirkeld. Dan zie je Eindhoven in het noorden, Weert, Roermond en naar het zuiden toe Geleen, Heerlen, Maastricht. Dat zijn grote jongens in termen van omvang. En ik heb de cijfers even van die stedengordel op een rijtje gezet. Maastricht 120.000, maar nog belangrijker dan dat, zit dat Geleen ook een dikke 90.000 inwoners en ga zo maar door. Eindhoven 235. Als je dat vergelijkt met Hasselt-Genk, de twee steden zeg maar in Belgisch Limburg, die zijn, en dan moeten we alle deelkernen meerekenen, amper van die maat van Sittard en Heerlen. Dus er zit eigenlijk een stedengordel aan de noordoostkant van Belgisch Limburg. En dat zou in normale omstandigheden, als je de grens wegdenkt, enorme interactie kunnen geven op vlak van arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, het gebruik van voorzieningen. En dergelijke. En toch zien we dat dat minder gebeurt dan we graag zouden willen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met 170 jaar scheiding, waardoor de mobiliteitsnetwerken beperkt zijn. Ik ga ze even een spoorkaartje laten zien. En de beide provincies georiënteerd zijn naar respectievelijk Brussel, CQ, Den Haag en de Randstad. Waardoor we alle twee een beetje aan de rand liggen, terwijl we zo dicht bij elkaar liggen natuurlijk. Hier krijg je een kaartje en toen ik dat voor de eerste keer zag, viel ik toch wel van mijn stoel. Dit zijn, zeggen en schrijven, de spoorverbindingen tussen België en Nederland. En als je ze telt, dat zijn er twee. Eigenlijk is dat een heel absurde situatie in de 21ste eeuw. Hè. Dus via Roosendaal ga je van Antwerpen de grens over en dan in het zuiden via Luik, Maastricht. Dat is toch een ontstellend braakland. Dat vertaalt zich ook op Limburgs niveau. Dit is het huidige railnetwerk in Belgisch Limburg. En dan zie je aan de noordoostkant, waar die Nederlandse stedengordel aan grenst, ook weer een enorm braakland. Ik heb dat wel eens in lezingen vergeleken met de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Dus dit geldt, dit is nog altijd 1830 toen we van Willem I af wilden. En dat is sindsdien niet echt gebeterd. Ik vind dit een heel merkwaardig fenomeen en daar willen we en moeten we iets aan doen, denk ik dan.
Goed, we praten graag over Schengen, grensafschaffing, grensoverschrijding. Maar zoals ik al zei, de normale interactie tussen centrum, steden en omland, denk aan de Randstad of denk aan de Vlaamse Ruit, die missen we toch wel hier in die grensregio. En er zijn wat ik noem asymmetrische stromen die ontstaan door de spanning die nog altijd aanwezig is door die grens. En ik heb van een collega Ger Essersen in een artikel een aantal cijfers opgekregen. Dan zie je die asymmetrie heel duidelijk. Er wonen relatief veel Nederlanders alhoewel. Op 1,1 miljoen Nederlands-Limburgers, 68.000 wonen aan de Belgische kant. Omgekeerd quasi nul. Belgen gaan dan weer wel werken in Nederland en het omgekeerde is heel beperkt. Maar ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat de Nederlanders die aan de Belgische kant wonen, voor een merendeel wel in Nederland blijven werken natuurlijk. Op vlak van middelbaar onderwijs zie je in die grensregio heel veel Nederlandse scholieren naar Vlaanderen komen. Dat onderwijs heeft de reputatie van iets degelijker te zijn, misschien iets traditioneler. Omgekeerd gebeurt dat helemaal niet. Op vlak van hoger onderwijs zie je een beperkt aantal studenten aan de Universiteit Maastricht studeren. Het omgekeerde gebeurt ook iets meer, omdat er een numerus clausus is in Nederland. De gezondheidszorg geeft dan weer een stroom van Nederland naar Vlaanderen, omdat er wachtlijsten zijn in de Nederlandse ziekenhuizen. En als het over shoppen gaat, dan zijn wij natuurlijk heel sterk geïnteresseerd in Nederland. Zodoende dat op 1 mei en 11 november in Maastricht sprake is van Belgendagen, maar dat geldt ook voor Roermond en Venlo. Daar komen zoveel Belgen dat men zelfs de grens moet afsluiten. En ik woon in Mazeik en ik kan de prijs van de diesel in Nederland gewoon aflezen door naar mijn tankstation te kijken. Als daar een rij gele nummerplaten staat, dan weet ik dat het prijsverschil weer is toegenomen. Heb ik het nog niet over wietplantages en mesttransacties over de grens. Nu ben ik weer eentje mis. Ja, de stelling is eigenlijk waar de weerstanden het kleinst zijn. Dan gaat het over toerisme, recreatie en shoppen. Dan zijn die grensoverschrijdende relaties redelijk. Wat je zou verwachten met zo'n stedelijke concentratie aan de oostkant. Ook op vlak van recreatie en fietsen wil dat nogal lukken. Hier zie je een recreatief fietsknopennetwerk dat ook over de grens heen gaat. De waterplas en de watersport, dat gaat zelfs tot het Rijnland. Waar Duitsers hier leuk komen gebruik maken van die watersportfaciliteiten. En dit vond ik altijd merkwaardig. Dat is bij mij in de buurt getrokken. Een adviesgroep voor migratie van Nederlanders naar België. Maar dat is ondertussen wat stilgevallen. Want de fiscale voordelen zijn kleiner dan pakweg 10, 15 jaar geleden. Er zitten in de grens nogthans heel veel win-win mogelijkheden. Voor de arbeidsmarkt, er zit een enorme industriële concentratie in de Nederlandse zone Sittard, Geleen, Maastricht. We hebben twee universiteiten, Maastricht en Hasselt, die officieel wel een samenwerkingsakkoord hebben, maar dat is heel beperkt. Ziekenhuizen als netwerken zie je minder, alhoewel er toch wel wat chirurgen over en weer gaan. Cultureel zijn er uiteraard links, maar ook dat kan beperkt of is beperkt. Luchthavens worden dan weer wel wat meer gebruikt, Eindhoven, Maastricht. En toerisme en recreatie, dat valt nog wel mee, omdat daar zoals ik zei, de institutionele weerstanden kleiner zijn. Maar die zijn er ook, zoals Rien zei in zijn inleiding. Ondanks het feit dat we staatkundig officieel geen grenzen hebben, hebben we toch nog mediagrenzen. En ik vind die heel belangrijk. Dat geeft de mate van informatiedoorstroming over de grens. Juridische kaders zijn nog heel hardnekkig. Ook dat heeft Rien al aangegeven in zijn inleiding. Diploma-erkenning bijvoorbeeld is zoiets. Fiscale verschillen die, als ze groter zijn, tot stroom aanleiding geven. En als ze kleiner zijn, minder dat wat. Arbeidsmarktregelingen, pensioenregelingen, ga zo maar door. Die anderhalve eeuw gescheiden ontwikkeling is nog altijd hardnekkig aanwezig. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog altijd een cultuurverschil. Voor mij vat zich dat heel vlot samen, dat in de zin dat Nederlanders toch wel iets rationeler omgaan met de dingen. En als ze vinden dat onderwijs iets beter is, dan gaan hun kinderen de grens over. En als ze financieel voordeel kunnen halen, dan verhuizen ze. Dat doet een Vlaming een heel pak minder. Ja, hier krijg je een kaartje van zeg maar kerntypologie in Vlaanderen. Excuseer me, het is een eilandkaart, want de Nederlandse randzone staat er niet op. Maar je ziet dat eigenlijk de steden die goed ontsloten zijn met openbaar vervoer
en goede voorzieningen hebben. Die zijn paars gekleurd. En dan zie je die noordoosthoek hier in Limburg, lichtblauw. Dat betekent daar wonen wel degelijk mensen, hè, samen in 250.000. Waar ook al wat voorzieningen zijn, maar qua structureel openbaar vervoeraansluiting bijzonder zwak, om niet te zeggen onbestaande. En dan krijg je dat gevoel van wij liggen aan de rand ten opzichte van zeg maar de Vlaamse ruit hier in het midden. Maar door die eilandkaart verdwijnt natuurlijk die stedelijke potentie aan de noordoostkant. Er is dus 15 à 17 jaar geleden, ik ben het tel kwijt, een openbaar vervoerplan ontwikkeld. Dat Spartacus heet, waarin drie bestaande treintracés zouden gereactiveerd worden en geëxploiteerd worden door de lijn. Dat is een lijn naar het noorden, naar Weert in eerste instantie en later naar Eindhoven. Dat is een lijn naar het oosten, via Genk, As, Maasmechelen, Sittard. En lijn 1, zoals we dat noemen, zou de lijn Hasselt-Maastricht zijn, met telkens een verknoping aan de universitaire campus Diepenbeek. Dit zou een light rail project moeten worden, en dat is ook voor een stuk in voorbereiding, maar is politiek nogal moeilijk op dit moment. Een light rail project om die bestaande rails te exploiteren, maar ook om de netwerken tussen de NS Intercity netwerken en de Belgische NMBS netwerken te verknopen, zodoende dat die harde grens waar ik het daar straks over had, een stuk minder hard wordt dan op dit moment. Goed, dit geeft mogelijkheden. Dit hebben we ooit met u Hasselt 8 jaar geleden of 10 jaar geleden bestudeerd. Kijk, dat soort rail is niet voldoende om massastromen te vervoeren. Daar gaat het in eerste instantie niet echt over. Maar het linkt netwerken en geeft extra ontwikkelingsmogelijkheden aan de knopen die netjes omcirkeld zijn. Dat is op Belgische grond is dat Genk-Hasselt in het noorden, Neerpelt-Lommel, uiteraard Maastricht zelf en Maasmechelen hier. Maar je kan natuurlijk de links ook met Sittard en Eindhoven erbij denken. Dat is eigenlijk de basisidee van we gaan regionaal op een duurzame manier mobiliteit ontwikkelen en tegelijkertijd grensoverschrijdende netwerken verknopen met die win-win. Mijn collega Etienne Westbroek in Maastricht in der tijd, die maakte mooie bereikbaarheidskaartjes en die zei met Spartacus erbij wordt de attractiesfeer van Maastricht aanzienlijk vergroot. En op 3 kwartier geraak je natuurlijk dan in Hasselt en omgekeerd, waardoor die link tussen die twee regionale hoofdsteden toch wel aanzienlijk verbetert ten opzichte van de dag van vandaag. Er loopt al een analoge light rail tussen Heerlen, Maastricht en Aken. En de idee was uiteraard om die verder door te trekken op Belgische grond, zodoende dat dat netwerk in de EU-regio vervolledigd wordt en ook verdere potentie heeft. Ik ga het hierbij laten, niet over de perikelen rond die openbaar vervoerprojecten, ga ik er nu niet verder op in, misschien in de vragen. Maar mijn idee is dat verkeersverbindingen evident zijn. Dat is een noodzakelijke, maar als ik de paradox van de grens indachtig hou, is dat toch een onvoldoende voorwaarde. Dat er zullen mentale, culturele en institutionele grenzen moeten gesloopt worden. En dat zal nog wel een tijd vragen, maar ik denk dat mobiliteitsverbindingen daar toch een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren. Ik stop met een citaat van Pierre Mauroy, oud-premier in Frankrijk en burgemeester van Lille, toen het ging over de hoge snelheidslijnen binnen Europa. En die zei, ik wil de knoop zijn op de lijn Parijs-Londen-Parijs-Brussel-Amsterdam. Hij zegt, want ik heb altijd vanuit Rijssel aan de noordoostkant van Frankrijk naar Parijs gekeken. Dan lagen we aan de rand. Wel, ik heb me een keer omgedraaid en ik blijk midden in Europa te liggen. En diezelfde mentaliteit, daar droom ik nog altijd van als grenslander. Ik ga het hierbij laten. Dank u wel. Dank u wel, Willy. Heel interessant verhaal. Hè. Wat ik wel interessant vind, is dat we, hè, je toont heel goed aan dat we praten over heel verschillende verplaatsingen, verplaatsingsmotieven, verplaatsingen over heel verschillende schalen. En dat was voor ons aanleiding om eens te horen bij ons publiek wat zij hiervan denken. We gaan eventjes een poll opstarten waarop jullie kunnen reageren met eens of oneens. En de vraag is, of de stelling is, het accommoderen van korte afstanden is voor de economische ontwikkeling van een grensgebied van ondergeschikt belang. Wat telt zijn de connecties tussen de
grote of middelgrote steden. Jullie kunnen nu... Ik zie hem nog niet. Eerste resultaten lopen binnen. Ik zie hem nog niet hoor. Je hebt toch al 18 antwoorden binnen, dus... Goed. We gaan jullie het resultaat van deze poll nog niet verklappen. Dat pakken we mee naar het gesprek van straks. Oké. Laten we verder gaan naar de volgende spreker. De volgende spreker is Sven Lieten. Sven Lieten is co-voorzitter van de vervoerregio Belgisch Limburg. En na een loopbaan als adviseur van verschillende Vlaamse ministers van mobiliteit en als mobiliteitsbegeleider voor het departement mobiliteit en openbare werken van de Vlaamse overheid, is zij dus in Limburg actief bij de vervoerregio. Sinds 2015 is Sven ook de docent verkeerskunde aan de BXL Hogeschool in Hasselt, de opleiding die Willy in langvervlogen jaren heeft opgericht. En hij is vandaag ook voorzitter van die opleiding. Sven, ik hoor graag van jou of jullie in de vervoerregio antwoorden voorzien op de pijnpunten die Willy aanhaalde in zijn toelichting. Dankjewel. En horen jullie mij goed? Dat is duidelijk. We kunnen je goed horen. Ah, oké. En de presentatie is ook op fullscreen, denk ik. Hè? Inderdaad. Oké, super. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Dat jullie tussendoor toch nog heel snel de tijd gewonnen hebben om een boterham te eten en een pas koffie te pakken. Waar ik het hele, wat men heeft gevraagd om heel kort even de regio Limburg toe te uit te leggen, de standkort van zaken te geven. Nu, waar draait het eigenlijk om? Het draait eigenlijk om het decreet basisbereikbaarheid, waarbij men eigenlijk vanuit Vlaanderen een vernieuwde mobiliteitsaanpak wil uitwerken. Wat is die vernieuwde mobiliteit? Ja. Sorry, we krijgen het signaal dat je toch redelijk slecht verstaanbaar bent. Oei. Ja. Zo beter? Het lijkt beter, ja. Ik zal proberen wat harder te spreken. Sorry. Maar blijkbaar met Zoom is mijn geluid niet altijd optimaal, mijn excuses. Nu, het gaat over het decreet basisbereikbaarheid, dat is de vernieuwde mobiliteitsaanpak, waarbij we eigenlijk zeggen, enerzijds we willen regionaal gaan werken, en deze regionaal binnen Vlaanderen uiteraard, en we willen vraaggericht gaan omgaan met de inzet van de middelen. Om dat te gaan realiseren, gaan we het decreet van de voerregioraad dubbele taak, zijnde een regionaal mobiliteitsplan opmaken. En het grote voordeel in onze provincie Limburg is dat wij met de Vlaamse regering toch beslist heeft om één vervoerregio te behouden en niet Limburg in te delen in drie, want dat maakt het allemaal veel complexer. En men wil ook eigenlijk veel meer de samenwerking gaan faciliteren tussen gemeente, Vlaamse overheid en andere belangen. Dat is natuurlijk nog heel... Excuseer, sorry, het probleem is niet opgelost. Is het mogelijk om zonder headset je toelichting te geven? Dat proberen. Voor jullie zou het mij zo beter. Bij momenten. Hallo. Toch met onderbrekingen. Voor jullie mij beter. Hallo. Op dit moment lijkt het te lukken, maar
dat was zo net ook het geval. Hallo, hoor. Nee, het valt toch af en toe weg. Hallo? Hallo, horen jullie mij? De aanzet van uw zinnen horen wij telkens heel goed, maar dan valt het wat weg. Dus... Ja, mag ik iets voorstellen, Rien? Dat je eerst de andere spreker aan het woord laat en ik ga gewoon weer een andere PC pakken. Ja, dat is in orde. Bruno, kan ik het woord aan jou geven? Dan laten we eerst Bruno van de Gentse Kanaalzone aan het woord. Bruno is landschapsarchitect en ruimtelijk planner. En de Gentse Kanaalzone is eigenlijk altijd nadrukkelijk aanwezig geweest in Bruno's loopbaan. Hij was 13 jaar stedenbouwkundige bij de stad Gent. En in die hoedanigheid actief in het gebied. Sinds 2019 is Bruno medewerker bij het projectbureau Gentse Kanaalzone en daar verantwoordelijk voor de uitvoering van het strategisch project Trein Gent-Terneuzen. In dat project werken het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen als partners aan een derde personenvervoerverbinding, zullen we zeggen, tussen Vlaanderen en Nederland. Hè. Of tussen België en Nederland, moet ik zeggen, op het spoor Gent-Terneuzen. Het spoor dat jullie ook zien in mijn achtergrondafbeelding. En verder is Bruno ook betrokken bij de ontwikkeling van grensoverschrijdende fiets-, auto- en busnetwerken. Bruno, aan jou het woord. Dank u wel, Rien, voor de inleiding. Dus zoals gezegd, project wil Gentse Kanaalzone toch even kort voorstellen. Wij zijn een samenwerkingsverband. Integratie van en voor de zes partners, Stad Gent, gemeente Evergem, Zelzaten, de provincie Transgewest en Noord-Support. En in opdracht van hen proberen wij het evenwicht te bewaken tussen economie, wonen, natuur en landbouw in die Gentse Kanaalzone. We doen stakeholder management, projectmanagement. En een van die projecten, eigenlijk het eerste met die grenzeloze focus, is het strategisch project Trein Gent-Terneuzen, dat inderdaad beoogt om een derde spoorlijn tussen België en Nederland voor goederen, maar ook zo mogelijk voor personen verder te gaan doorontwikkelen. Als we even inzoomen op die regio, ook net zoals dat Willy heeft gedaan, dan zien we dat daar rond die blauwe banaan van North Seaport, het tweede grensoverschrijdende havenbedrijf na Malmö, Kopenhagen, waar dat er 100.000 tewerkstellingsplaatsen zijn, in verwevenheid met een aantal kleinere en die dan ongeveer een 500.000 inwoners hebben. En dat dan binnen de constellatie van de vervoerregio Gent, afgebakend door het zwarte lijntje, waar dat man ongeveer een 700.000 mensen wonen. De grens in dat gebied is niet louter een bestuurlijke landsgrens. Daar zitten nog wel uitdagingen in, die zorgen dat het niet zo evident is om die grensoverschrijdende vervoersbeweging met openbaar vervoer op een goede manier te gaan installeren. Je hebt enerzijds naast de bestuurlijke landsgrens water als een duidelijke mentale en fysische barrière. Je hebt de Westerschelde, je hebt het kanaal Gent-Terneuzen, dat zorgt voor een tweedeling Oost-West en ook Noord-Zuid. Als we kijken naar het kanaal, kanaal Gent-Terneuzen, dan zijn daar een beperkt aantal goede Oost-West-relaties, vooral dan in Vlaanderen. Die Oost-West-relaties zijn dan ook in een aantal gevallen bruggen die meer en meer
openstaan om scheepvaart toe te laten. Scheepvaart neemt toe en zal nog verder toenemen in de toekomst door de bouw van de nieuwe zeesluis, maar ook door de nieuwe achterdeur van Noordzeeport, de Seine-Schelde-verbinding, waarbij dat eigenlijk ook het Île-de-France in zicht komt om via scheepvaart vanuit Noordzeeport bevoorraad te gaan worden. Dus dat is een probleem, die beperktheid van die Oost-West-relaties. En dat maakt eigenlijk dat je langs beide zijden van dat kanaal al moet gaan nadenken in een soort dubbel systeem om hoogwaardig openbaar vervoer op die beide oevers te gaan organiseren. Als we dan de focus leggen naar Zeeuws-Vlaanderen, dat is begrensd en in twee gedeeld. Begrensd door de landsgrens, begrensd door de Westerschelde, in twee gesneden door het kanaal. Heeft geen aansluiting met het NS-netwerk in Nederland en heeft ook een lastige verknoping met andere landelijke netwerken, busnetwerken van Connection onder meer. En dan een zeer gevoelig issue in Zeeland, in Zeeuws-Vlaanderen, dat is het feit, de pooltunnel onder de Westerschelde, dat is de enige poolheffing die in Nederland wordt gehanteerd. En daar is nu volop debat aan de gang, ook in nasleep van de Tweede Kamerverkiezingen, om die pooltunnel als symbool van isolatie te gaan doorbreken en af te schaffen. Als we kijken naar de uitdaging van dat grensoverschrijdend openbaar vervoer, dan zien we momenteel twee systemen die zich landelijk terugplooien. Connection die kijkt voor de organisatie van het busvervoer naar de aansluitingen op het station van Middelburg. De lijn die doet eigenlijk hetzelfde, die focust op het organiseren van busvervoer vanuit de regio richting Gent. En daar is eigenlijk geen communicatie tussen die twee systemen, wat dat dan eigenlijk ertoe leidt dat een traject van 30 kilometer Gent-Terneuzen, wie dat wil doen met openbaar vervoer, die is vertrokken voor een busrit van ruim 2 uur, 2,5 uur, met een lastige overstap en wachttijden in Zeilzaten, waar dat die twee systemen, Connection en de lijn, elkaar ontmoeten. Enter de vervoerregio, waar dat al een aantal keer naar is gewezen. Er is een analyse gemaakt dat er op die Noord-Zuidas tussen Gent en Zeilzaten aan de grens, dat daar een sterk openbaar vervoerpotentieel zit. Denk aan de tewerkstellingsplaatsen die er zijn in de kanaalzone. Denk aan schoolverkeer vanuit Zeilzaten naar Gent. De kanaaldorpen die toch ook wel enige omvang hebben, zeker als we dan naar Evergem kijken, en dat is uiteraard van een andere schaalorde, dat is niet echt meer een kanaaldorp. Maar tegelijkertijd is daar de vaststelling dat daar een zeer beperkt openbaar vervoer aanbod is, zowel qua reistijd en of frequentie. Ook vandaag, binnen de vaststelling van het kernnet van de vervoerregio, is er nog geen aanname om ook over de grens te gaan denken. Die oefening over de grens die wordt wel nu gemaakt binnen de context van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Langs de Nederlandse zijde zijn er dan ook gelijkaardige oefeningen bezig. Onder andere het proces van een nieuwe aanbesteding van de busverbindingen in Nederland zit er aan te komen, en zo mogelijk kunnen die twee oefeningen het debat opnieuw gaan heropen om een goed, hoogwaardig openbaar vervoer over de grens waar te gaan maken. Het issue dat daarin speelt,
is data en afstemming van data. Zowel langs Vlaamse Belgische zijde zijn er datasets beschikbaar. Langs Nederlandse Zeeuwse zijde zijn er ook datasets beschikbaar. Maar het vertalen of het synchroniseren van die data, om dan daaruit een analyse te kunnen gaan maken van wat is er nu eigenlijk grensoverschrijdend aan potentieel aanwezig, dat is denk ik een vraagstuk dat we met z'n allen dringend eens moeten opnemen. En ik denk dat dat gelijkaardige elementen zijn die zo mogelijk ook in Limburg. Wat zijn er nog knelpunten? Het is ook al ergens, denk ik, benoemd door Willy. Je hebt ergens een Zeeland versus de Randstad gevoel. Zeeland, maar ook Limburg versus de Randstad en de Vlaamse Ruit, denk ik, hebben het over het algemeen iets lastiger om bestuurlijk te wegen op de politieke agenda. Ik denk dat er langs Vlaamse zijde daar ook wel een aantal elementen zijn, Gent versus Antwerpen, in het verkrijgen van de nodige middelen om een politieke agenda te gaan realiseren. Zeeland, ja, Zeeuws-Vlaanderen heeft geen aansluiting met een NS-netwerk, dus dan ja, zal de spooraansluiting in eerste instantie uit het zuiden moeten komen, uit België, uit Vlaanderen. Zeeland heeft een vrij magere connectie met landelijke netwerken. En dan denk ik dat we ook altijd zeer goed bewust moeten zijn, en ik denk dat Willy dat ook al heeft aangestipt. België, Vlaanderen is niet Nederland en omgekeerd. Dat manifesteert zich op vele vlakken. Zowel bestuurlijk, procesmatig, hoe dat beide landen, beide gemeenschappen kijken naar openbaar vervoer, waarbij dat ik denk dat in België, Vlaanderen openbaar vervoer meer als een sociaal goed wordt bekeken dan in Nederland. Dat zijn allemaal, denk ik, elementen die je in het zoeken naar grensoverschrijdende connecties in het achterhoofd moet houden in de dialoog die je moet aangaan. Nieuwe kansen, ik heb het daarnet al even over gehad. De belangrijkste, denk ik, wat betreft het gegeven tussen Gent en Terneuzen, dat is de economie als driver voor meer en betere grensoverschrijdende netwerken, multimodaal, niet enkel openbaar vervoer. En dan denk ik dat de vaststelling moet zijn dat de Vriezengraven Noordseepoort dat dat een absolute gamechanger is. Vroeger hadden het twee havenbedrijven die in een soort concurrentiepositie keken tot aan de grens. Er waren wel een aantal samenwerkingen, onder andere naar schipvaartbegeleiding. Maar die concurrentiepositie die is volledig weg door dat eengemaakt havenbedrijf, waardoor dat er een automatische reflex geïnstalleerd is om dat grensoverschrijdend infradenken te gaan omzetten in realisaties. Daarnet ook al aangehaald, vervoerregio, regionaal mobiliteitsplan en in Nederland de nieuwe aanbesteding voor busvervoer zijn samen, denk ik, drie elementen die in deze regio een nieuw momentum creëren om die oude droom, openbaar vervoer, over de grens te gaan realiseren. Dan nog zeer kort. Tot wat die fusie ondertussen heeft geleid in het grensoverschrijdend denken. Dat is het project Rail Gent-Terneuzen. Is gestart als een CERT-project in 2018. Heeft in eerste fase doorlopen met de oplevering van 11 studies. De vaststelling dat het spoornetwerk nu niet in orde is. Na veiligheid met betrekking tot een aantal onbewaakte overwegen in Nederland. Capaciteitsproblemen en capaciteitsproblemen die eigenlijk maken dat de gewenste modal shift naar meer spoorvervoer en in rekening houdend met de economische groei, dat dat netwerk vandaag die taakstelling niet aan kan. En daaruit zijn drie infraprojecten gedetecteerd, waarvan de meest markante
de missing link is tussen, zeilzaten, hier de hoogte van ArcelorMittal, en hier de aansluiting op de Akselse vlakte. Dat is een missing spoorlink van ongeveer 15 kilometer. Dat heeft op vandaag geleid tot een binationale koord- en intentieverklaring tussen Vlaanderen, België en Nederland, om daar vervolgstappen in te gaan nemen richting realisatie als een toekomstvaste oplossing voor goederen met op langere termijn en na het uitvoeren van al het nodige studiewerk, potentieelanalyses, capaciteitsanalyses met kansen voor personenvervoer. Voilà, dat was in een notendop mijn vraag. Dank Bruno. Ja, in het verhaal van Bruno is het dan toch interessant om te zien hoe die dynamiek rond die grensoverschrijdende mobiliteit helemaal verknoopt zit met de fusiehaven van North Sea Port, waarvan we de CEO vorige week op bezoek hadden. Opnieuw een poll die we jullie willen voorleggen, die verband houdt hiermee. Opnieuw een eens-oneens vraag. En de stelling is, het is nodig om volwaardige, functionele, stedelijke gebieden te realiseren over de grens heen, wars van culturele en mediabarrières. En als het goed is, kunnen jullie nu stemmen. Moeten we ondanks die culturele en mediabarrières volwaardige functionele stedelijke gebieden realiseren? Moeten we die grens echt weggummen? En we horen trouwens graag in de chat waarom u eens of oneens hebt geantwoord. Waarom is dat al dan niet nodig? Zeventien mensen hebben geantwoord. Rien, hoor je me nu? Op dit moment hoor ik jou perfect, Sven. Ah, laten we hopen. Veel duidelijker dan daarnet. We kunnen misschien dan meteen overgaan naar het verhaal van Sven. Sven gaat het hebben over het wat en hoe van de vervoerregio. Stel voor, Sven, als het lukt, probeer het bondig te houden, zodat we nog een beetje tijd hebben voor gesprek. Oké. Ja, goed. Ik hoop dat jullie mij nu horen. Tot grote onvrede van mijn puberende zoon heb ik die even weggestuurd, dus ik zal dat straks moeten goedmaken. Gewoon waar het mij over gaat is het decreet baasbereid. Ik had het al gezegd, maar ik zal het misschien toch heel kort herhalen. Het is een beetje de vernieuwde aanpak van de Vlaamse overheid om mobiliteit te gaan aanpakken. In eerste instantie focust me natuurlijk op Vlaanderen. Dat is, moet ik dat zeggen, dat is altijd de conservatieve reflex. En men heeft eigenlijk gezegd van kijk, we gaan mobiliteit regionaal uitwerken en we gaan eigenlijk ook zorgen voor een regionaal uitwerken en we gaan ook eigenlijk naar een nieuwe bestuurscultuur gaan waarbij men gaat samenwerken in vervoerregio's. Die vervoerregio's die heeft men hier onderverdeeld in Vlaanderen een 15-tal en bij geluk denk ik altijd heeft men Limburg niet onderverdeeld in 3 regio's, want dat was de eerste bedoeling, en heeft men er 1 regio van gemaakt, waardoor het natuurlijk ook veel makkelijker is om met de buurregio's, zowel met de provincie Luik als de andere Vlaamse regio's, ook met de provincies Noord-Brabant en Limburg af te spreken. Anders waren dat 3 overlegmomenten geweest, nu is dat maar 1 overlegmoment. Wat is de bedoeling? De bedoeling is eigenlijk dat wij, een taak is die wij eigenlijk krijgen, is dat wij de vervoer een regionaal mobiliteitsplan gaan opmaken. En de ambitie die wij in de vervoerregio Limburg hebben, is
om daar ook toch wat post-Colombiaans te gaan kijken. Wat bedoel ik daarmee? Voor ons is het niet zo dat je als je aan de Maas komt, dat het einde van de wereld is en dat je ervan aftottert. Het is de bedoeling dat je eigenlijk verder gaat kijken en dat je probeert die, we hebben de ambitie om die grens uit te vagen. Dat is een beetje wat Willy ook juist al daar straks vertelde. Nu, onze vervoerregio Limburg is toch een complex verhaal. Ik ga die slide niet helemaal overlopen, maar we zitten natuurlijk met 42 Limburgse steden en gemeenten. We zitten met een tiental partners. De provincie, het departement moet meteen op mijn werken, wegen en verkeer, de Vlaamse Waterweg, de lijn, noem maar op. Dus je zit met heel veel mensen en je moet daar consens in proberen te krijgen. Dan zijn we op zoek gegaan naar een werkbare methode. En wat is die werkbare methode? Is kijk, ja, we hebben een vervoerregioraad. En die vervoerregioraad die is eigenlijk het concilie, laat me het zo zeggen. Daar moet de witte rook uit de schoorsteen komen. Daar worden alle beslissingen genomen. Maar daarnaast hebben we een aantal organen opgericht, regionale werkgroepen en een team MOW, die eigenlijk het voorbereidende werk moeten doen. Wat is het team MOW? Dat zijn eigenlijk de partners van de administratie, wegen en verkeer, de lijn en noem maar op. Terwijl het regionale werkgroepen, daar gaan we effectief met de gemeentes aan de slag, maar niet alleen met de gemeentes, ook met de provincies. En het is eigenlijk de bedoeling dat we eigenlijk tot een consensus komen. En hoe hebben we die consensus gedefinieerd? We hebben gezegd van kijk, als alle gemeenten samen stemmen, dan moet er een 2/3 meerderheid zijn. Dan is er een ja of een nee stem. En de Vlaamse stem wordt in het team MOW beslecht. Wat is nu die taak van de vervoerregio? Dat is een dubbele taak. Op korte termijn moesten zij het openbaar vervoerplan voor 2021, dat wordt wel 2022, opstellen. Dat is gebeurd. En op lange termijn moet er het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan 2030-2050 komen. En dat is natuurlijk het verhaal wat natuurlijk voor deze sessie ook het interessantste is, want daar gaan we een visie uitwerken hoe wij in 2030-2050 onze mobiliteit in de vervoerregio Limburg willen organiseren. En om dat verhaal bondig en concreet te maken, is dat daar hebben we een aantal visies en doelstellingen opgelijst. En daar kom ik direct op terug. Wat dat openbaar vervoerplan betreft, dat moet ik u eigenlijk niet heel veel van vertellen. Maar dat gaat uit van een gelaagd netwerk, waarbij het treinnet de ruggengraat is. Het kernnet, dus de hoogwaardige openbaar vervoerlijnen tussen de steden in onze provincie, het kernnet is. En dan ga je zo zakje af naar het vervoer op maat. Wat Limburg betreft, daar heeft Willy ook al aangehaald, is het treinnet is natuurlijk heel povertjes voor ons. En daar zit je nog altijd in die oude discussie tussen, ja, het is alsof het Nederland dat het de vijand is, want de trein stopt in Genk en gaat niet verder. En dat is natuurlijk het verhaal van Spartacus, waar een oplossing geboden wordt om dat hoogwaardige openbaar vervoer wel over die grens te trekken. Want er zijn natuurlijk wel heel wat verkeersstromen, vervoerstromen tussen die grenzen, tussen die grensregio's. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld, ik zal misschien een stereotype voorbeeld geven, er zijn heel veel Belgen die in Nederland gaan werken en er zijn heel veel Nederlanders die in België komen wonen. Maar dat is natuurlijk een heel stereotyp beeld. Maar dus er zit wel heel wat verkeer over die grens heen. Nu, wij hebben daar een definitief voorstel van gemaakt en je ziet hier al aan dat definitief voorstel dat daar eigenlijk alleen maar Maastricht uitspringt als grootste knoop. Natuurlijk, vrij logisch natuurlijk, omdat Maastricht met het inwonersaantal, met de functies die er zijn, heeft natuurlijk een heel grote aantrekkingskracht die ook over de grens heen reikt. En de rest van Limburg, zie je Mazeik, Hamontagen, Lommel, daar zie je die relaties met het openbaar vervoer nog niet. Het is wel de bedoeling om die op termijn te gaan realiseren, maar op dit moment is het daar een groot probleem naar vraag en afstemming tussen de openbaar vervoermaatschappijen, maar ook tussen de bestuurlijke organen. Dat geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan, dat is eigenlijk gewoon een mobiliteitsplan waarbij we eigenlijk met alle modi rekening houden, zowel met het openbaar vervoer, maar ook met het fietsverhaal, ook met het vrachtroutennetwerk, met de wegencategorisering en dergelijke meer. En we proberen daar eigenlijk één visie van te ontwikkelen, zodat we eigenlijk weten wat gaan we de volgende 10, 15, 20 jaar gaan doen. Wat is onze einddoel? We gaan daar vooral inzetten op combimobiliteit. En we gaan daar vooral inzetten op verduurzaming. Om heel dat verhaal helder te maken, misschien deze slide, dat is misschien wel de belangrijkste.
En ik ben daar wel best fier over dat we dat hebben kunnen realiseren met het bestuurlijke orgaan ook. Meneer, dit is unaniem goedgekeurd. We hebben om onze visie 2030-2050 gestalte te geven, om die even richting te geven, hebben we gezegd, we hebben 6 doelen. En een van die doelen, en dat is toch wel een hele belangrijke doel, is, we willen over de grenzen van de regio kijken. We zijn geen eiland, hè, want wij hebben, zoals ik daar straks al gezegd, wel heel duidelijk een relatie met Maastricht. Willy heeft dat ook al aangetoond, hè, met de koopdagen. Maar er zijn heel veel mensen die daar gaan werken. Er zijn heel veel mensen die daar, vandaag de dag, onze jong gepensioneerde bevolking, die zijn allemaal aan het fietsen in de grensregio. Die hoppen tussen de twee landen bijvoorbeeld. Er is culturele uitwisseling, er is uitwisseling van arbeidsmarkt, er is woonmarktuitwisseling. Er zijn van allerlei uitwisselingsverhalen en we willen die natuurlijk mee in kaart brengen en we willen die ook gaan versterken. Hoe willen we die gaan versterken? Daar kom ik misschien zelfs nog op terug. Maar het is natuurlijk de bedoeling, ja, als we dat gaan versterken, die relaties, dan willen we die relatie natuurlijk zo duurzaam mogelijk gaan versterken. Dus we, met andere woorden, we willen die openbaar vervoerverbindingen over de grens heen trekken. Dus naar Maastricht, dat is al een feit, maar ook in de toekomst naar Roermond, Sittard, naar vanuit Lommel en Noord-Limburg, meer richting Valkenswaard en zo, om zo Eindhoven te bereiken. Dat zijn eigenlijk ambities die we hebben eigenlijk om dat openbaar vervoernetwerk wel op elkaar te gaan afstemmen, zodat je eigenlijk perfect kunt reizen binnen die EU-regio. En dat is een beetje wat Willy ook zegt. Wij willen ons ook, gelijk die burgemeester van Lille, willen we onze kop omdraaien en willen we eigenlijk ervoor zorgen dat wij ook samen met de buurregio's eigenlijk in het midden van het bed komen te liggen. Want dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. Je ziet, er zijn nog een naast die doelen hebben daar een aantal ambities aan geklonken. En een van die ambities is natuurlijk, we willen Limburg, onze regio, versterken door partnerschappen aan te gaan. En misschien even toch een klein beetje uit mijn eigen ervaring. Toen ik 15, 16 jaar geleden naar Limburg kwam, ik heb 9 jaar in Brussel gewerkt, ja, toen babbelden wij niet met de Nederlanders. Hè. Dat werd niet gedaan. Dat werd alleen gedaan als er bijvoorbeeld werken nodig waren op de viaduct tussen Kerensheide en Maasmechelen. Of als er eens een incident was, als er een file was of als er een ongeval gebeurde, dan werd er met elkaar gebabbeld. En het is een beetje dat verhaal dat eigenlijk door het verhaal van 15 jaar geleden hebben we een beetje chance gehad, om daar heel eerlijk in te zijn. Toen was de discussie over de ondertunneling van de A2 in Maastricht. En toen heeft Maastricht ook heel duidelijk aangegeven van, ja kijk, we kunnen dat niet gaan doen, want als we die werken gaan realiseren, ja, dan gaat er ook verkeershinder zijn. We gaan ook moeten omleidingen gaan voorzien, soms op de Belgische wegen. En eigenlijk vanuit die studie Maaskruisend Verkeer is er eigenlijk van beneden, dus van een soort bottom-up benadering, is er eigenlijk een traditie ontstaan om toch samen te werken. En die traditie, als je die traditie wilt ontstaan, wilt verstevigen, ja, de basis van samenwerking is heel simpel. Je moet elkaar kennen. 15 jaar geleden kende ik niemand in Maastricht, niemand bij de provincie Nederlands Limburg, niemand bij de stad Maastricht. Ik kende bijna niemand. En dat was een hele ervaring, moet ik zeggen, om daar een eerste keer naartoe te gaan. En dan keken ze in het begin van, ja, daar is die rare Belg. Maar daar moet je een beetje overzetten en dan moet je... Dat geldt natuurlijk omgekeerd ook. Als er een keer een Nederlander naar België komt, moet je ook niet zeggen van, ja, daar is die rare Nederlander. We zijn allemaal raar, op onze eigen manier natuurlijk. Maar als we willen samenwerken, moeten we elkaar leren kennen en moeten we elkaar de nodige ruimte geven en het nodige respect geven. En dat is langzaamaan gegroeid en we hebben nu vandaag de dag een hele goede relatie met Stad Maastricht, met de provincie Nederlands Limburg en zo verder. In mindere mate met Noord-Brabant, omdat daar niet die concrete vraag tot nu toe niet was. Maar ook daar begint dat langzaamaan te groeien, omdat men daar ook bezig is met die N69 nieuwe vorm te gaan geven. En men wil daar ook toch die relatie met Belgisch Limburg gaan versterken. En dat is een beetje stuk van mijn boodschap. Ja, kijk jongens, we hebben het zelf in handen, een grensoverschrijdende samenwerking. En we moeten niet wachten op het politieke niveau. Dat moeten we zeker niet doen, want dan zijn we nog aan het wachten tot aan Sint-Jutem is. We moeten zelf het heft in handen nemen en moeten zelf met elkaar babbelen en van onderuit proberen via projecten samen te werken en samen naar elkaar toe te groeien. Gewoon een klein verhaal nog. Ja, in het begin, toen ik
bij van die brainstormsessies was over de omgevingsvisie bijvoorbeeld in Nederland, ja, dan stond Limburg niet op de kaart. Dat was een witte vlek, gelijk Willy daar straks omgekeerd ook zijn. Ja, dat kan niet, hè. Dat is onzin. Hè. We zijn ogarme, en sorry voor het woordgebruik, we zijn ogarme allemaal een scheet groot. Als je op je gas duwt, zit je erdoor. Laten we alsjeblieft samenwerken, laten we proberen die grens uit te vegen. Het feit is natuurlijk wel, en daar is er straks ook al over geweest, dat cultuurverschil is natuurlijk wel van wezenlijk belang. En in Nederland wordt de ambtenaar of de ambtenarij iets meer au sérieux genomen. Is er ook een iets meer afstand tussen de ambtenaar en de politieker of het politieke niveau? Dat is in Vlaanderen natuurlijk minder het geval. En daar zitten we toch wel met een probleem. Dat toch een spanningsveld is dat constant opduikt. Zeker als je zegt van kijk, we willen die duurzaamheid, we willen van Limburg de duurzaamste provincie maken van gans Vlaanderen, dan bots je daar regelmatig tegen. Daarnaast is het ook natuurlijk ook zo dat je door het feit dat je grensoverschrijdend gaat samenwerken, dat je natuurlijk het probleem tot een hoger niveau gaat tillen. En waardoor er ook bestuurders met elkaar beginnen te babbelen. En natuurlijk, die bestuurders beginnen ook van elkaar te leren. Ik merk dat bijvoorbeeld met de bestuurders in Nederlands-Limburg, die op sommige vlakken wat pragmatischer soms worden, terwijl de bestuurders op Vlaams niveau toch wat beginnen meer durven door te denken naar duurzaamheid, naar lange termijnsvisie. En dat is iets waar we moeten aan werken om elkaar beter te leren kennen en om elkaar proberen te versterken. Wat nog een uitdaging is, zeker in het verhaal van grensoverschrijdende samenwerking, is de data-uitwisseling. Dat is echt een heel groot probleem. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, we gaan de grens vervagen en we vegen de grens uit en we houden daar geen rekening mee. Maar bijvoorbeeld het Nederlandse verkeersmodel van Rijkswaterstaat kan niet babbelen met het Vlaamse verkeersmodel en vice versa. Dat gaat gewoon niet. Bij gevolg is natuurlijk ook die grensoverschrijdende relaties in die modellen, die is volledig onderbelicht. We weten niet juist hoeveel mensen nu de grens oversteken en van waar ze gaan en waar ze naartoe gaan. Dus dat is een stukje giswerk. Wij hebben dat bijvoorbeeld in onze mobiliteit van even proberen op te lossen door een magneetanalyse toe te passen over de grens. En gaan kijken van hoeveel arbeidsplaatsen zijn, hoeveel scholierenplaatsen zijn en dergelijke meer. Wat zijn de attractiepolen? Maar dat is natuurlijk maar een stukje, dat is nog meer giswerk natuurlijk. En op termijn zouden wij toch moeten kunnen groeien naar elkaar toe, dat die modellen wel met elkaar kunnen spreken, dat die data-uitwisseling veel belangrijker, meer één op één wordt, zodat we daar ook mee kunnen werken en dat we daar ook de juiste conclusies kunnen uittrekken. Dus dat is wel een heel belangrijk verhaal. Goed, dat was in het kort heel even hoe de vervoerregio Limburg werkt, wat onze ambities zijn en wat wij toch wel echt zien als een noodzaak. Dus dat samenwerken, elkaar leren kennen en het verhaal ook van die data-uitwisseling, daar moeten we toch in de toekomst ook nog wel wat energie en tijd gaan insteken. Zo, tot zover mijn presentatie in 5 zinnen. Ik hoop dat het verstaanbaar was en als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Dank u wel, Sven. Dit was perfect verstaanbaar. Ik ga er nog gauw een laatste poll in de groep gooien. En ik geef ondertussen graag het woord aan Paul Gerritsen voor het gesprek met Willy, Bruno en Sven tezamen. Dankjewel, Rien. Gooi de poll erin, zou ik zeggen. Ik kan hem zelf niet zien. Dus ik krijg straks wel te horen hoe de stemming is verlopen. We zijn met een klein groepje. Er zijn een aantal vragen in de chat gesteld die ik graag nog eventjes aan bod wil laten komen. Maar ik haal eventjes digitaal Bruno en Willy ook erbij op het scherm. Het gaat zomaar goed.
buitengewoon interessante presentaties, dank daarvoor. En het bevestigt eigenlijk telkens weer die situatie waar we in beland zijn. Interessant denk ik nog om te noemen is het de historische achtergrond die ons natuurlijk bindt, die recent nog in een mooie publicatie, De Lage Landen, is opnieuw opgeschreven, want dat is al een aantal keer gebeurd, maar op deze manier toch nog een keer. En een van de interessante punten in hun analyse is eigenlijk die gedeelde geschiedenis, die losverbondenheid heeft een hele sterke territoriale component. Dus de achtergrond van ons eigenlijk stedennetwerk, die essentie van die vele kleine steden die onderling redelijk sterk verbonden zijn, dat is echt een conditie die ons bindt. We weten natuurlijk allemaal dat na de Tweede Wereldoorlog daar een soort van andere paden, andere culturen zijn ontstaan in termen van de planologische inrichting. Maar in essentie is die vraag of die territoriale conditie niet wezenlijk veranderd. Dus toch, ik denk dat het goed is om even te proberen te kijken van wat zijn de volgende stappen. Ik denk dat de presentatie van Sven gaf een goede inzicht daarin. Het begint absoluut met ambitie. Maar misschien kunnen we daar nog iets preciezer in worden met elkaar. Ik vond het ook nog wel interessant een constatering uit de vorige sessie, dat het gesprek, de onderhandeling, eigenlijk aan beide kanten van de grens tussen Nederland en Vlaanderen ons in het bloed zit, maar dat de focus een andere is. Hè. Dat werd heel mooi beschreven. De focus aan de ene kant van de grens is meer relationeel. We praten vooral om die relaties duidelijk te maken en de machtsverhoudingen duidelijk te maken, of beetje meer aan de Nederlandse kant, pragmatisch. We praten vooral inhoudelijk gericht om tot een oplossing te komen. Hè. Dus doe iets, maak een plan, maakt niet uit bijna wat het doel is als je maar een plan hebt. En aan de andere kant van de grens, het gaat toch vooral over elkaar goed leren kennen, elkaar goed in de waarde laten. Hoe kunnen we dan verder komen? Nou, dat is een relatief klein verschil, denk ik. Daar moeten we overheen kunnen komen. Werd aangeduid met aan de ene kant de Nederlandse ambitie doe iets en aan de andere kant we hebben toch iets van gezamenlijkheid nodig. Dus doe iets gezamenlijk is denk ik een mooie samenvatting daarvan. Dat moet kunnen. Toch eventjes nog naar de stappen naar verbetering van die relaties. Het werd ook in de chat gevraagd aan Willy. Willy geeft aan wat de grootste kansen zijn voor die grensoverschrijdende kant. Hij heeft heel duidelijk gezegd ook, ik wil niet te veel ingaan op waarom het dan niet lukt met zo'n Spartacus-plan. Dat is over het algemeen ook niet heel motiverend. Maar toch een beetje de vraag van wat zijn dan de grootste uitdagingen? En in hoeverre, Willy, om meteen ook de verbinding met Sven te leggen. Zie jij in het plan wat Sven presenteerde daarin ook aanknopingspunten voor verbetering? Ja, als ik de vraag goed begreep al, de ambitie moet er zijn om letterlijk de grenzen weg te denken en in gemeenschappelijke ontwikkeling te willen denken. Ik geef één voorbeeld. En dat overstijgt het kruideniersgehalte, waardoor zo'n project het toch soms moeilijk heeft. Maastricht zegt, ik citeer opnieuw Etienne Westbroek, een van de mobiliteitsambtenaren van de stad, waar ik heel veel contact mee gehad heb in mijn professionele loopbaan, die zei, kijk, Maastricht kan alleen groeien aan de Belgische kant. Want dat is nu eenmaal zo, en Maastricht is de enige stad die geen last heeft van krimp, of toch niet zoveel in Nederland, in tegenstelling tot Heerlen, maar goed. Daar moeten we overheen kunnen kijken. En hoe kunnen we dat dan gezamenlijk oplossen? Nou, dat vraagt natuurlijk een open mind om te zeggen, inderdaad, ik beschouw mezelf als een stuk van een stedelijke ontwikkeling van een stad die aan de overkant van de grens ligt. En die openheid van geest om in de 21ste eeuw inderdaad decennia vooruit te kijken en te zeggen, waar kunnen we samen winnen?
Daar moeten we toch van uitgaan. En dat is heel iets anders dan vanuit een concurrentiepositie denken van als we Maastricht per rail dichter bij Hassel brengen, gaat mijn lokaal handelsapparaat daar misschien onder lijden. Dat noem ik het kruideniersniveau van de vorige eeuw. Terwijl we eigenlijk vooruit moeten gaan. Als ik heel ver vooruit denk, en er zijn al contacten, hoop eens op, kan je op vlak van medische samenwerkingen nog een ver vooruit gaan. Ik ben ooit geopereerd door een team waar ook iemand van het Academisch Ziekenhuis Maastricht zat. Ik ken de man niet, maar hij heeft wel aan me gesleuteld, dus ik ben hem eeuwig dankbaar. Maar dat geldt ook voor hoger onderwijs bijvoorbeeld. Er ligt een batterij hogescholen in Sittard Maastricht, waar amper Vlamingen naartoe gaan, waarbij je zou kunnen zeggen, waarom zouden we, als we dit kunnen weggrommen voor een stuk, dan is dat een win-win voor iedereen. En ik blijf denken, als we vanuit de grens en de afstand naar Brussel, CQ, Den Haag blijven denken, blijven beide regio's last hebben van brain drain. Daar waar we door die krachten te bundelen natuurlijk ook die hersencapaciteit wel in de regio kunnen houden. Daar geloof ik wel degelijk in. Ja, mooie ambitie. Ik vind het interessant dat in de, aan de westkant, het gebied wat Bruno toelichtte, daar die ambitie heel duidelijk uit wel een soort van groot project voortkwam. Hè? Dus het groot project heeft eigenlijk duidelijk gemaakt dat de regio meer is dan alleen maar de North Sea Port samenwerking. En dat het dus nodig is voor een grotere gebiedsgerichte integratie. Is dat dan echt een heel andere conditie? Of zijn dat eigenlijk relatief kleine verschillen? Hoe kijk jij daarnaar, Sven, als je naar het verhaal van Bruno luistert wat dat betreft? Ik hoor je nog niet. Je staat toch op mute. Ja, ik had het verhaal van Bruno met de technische problemen niet helemaal gehoord. Maar ik heb de slides wel op voorhand even bekeken. Zoals ik het goed voor heb, ja, scheelt dat verhaal niet zo heel veel van het Limburgse verhaal. Want in Limburg is ook het verhaal vanuit een infrastructuurproject begonnen. Hè, vanuit dat maaskruisend verkeer, vanuit de ondertunneling van de autosnelweg in Maastricht. Dan is daar het Spartacusplan bijgekomen. Het is vanuit een zeer concreet verhaal gekomen. En vanuit dat concreet verhaal hebben we proberen te timmeren aan die weg. En dat timmeren aan die weg is in eerste instantie waar wij heel veel tijd en moeite hebben in gestoken, is natuurlijk om het politieke niveau te overtuigen dat Limburg meer is dan binnen de grenzen. En dat we ook naar de andere kant moeten kijken dan alleen maar naar Brussel. En meestal naar Brussel kijken met het handje open van jongens, geef ons wat geld, steun ons. Terwijl er eigenlijk aan de andere kant ook opportuniteiten zitten. En het is een beetje het verhaal, ik vertel dat heel dikwijls tegen vrienden of tegen mijn buren. Nu is het al wat beter, maar ik ben in het verleden denk ik al vanuit Eindhoven vertrokken met het vliegtuig of vanuit Frankfurt. Dat kost allemaal evenveel tijd of zelfs soms dikwijls sneller, maar men denkt daar niet aan. En het is dat die grens zit ook nog heel veel in de gedachten van de gewone Jan met de pet met de gewone mens, die grens ook nog in gedachten, dat men daar niet over durft denken. En daar zit natuurlijk wel die ambitie ook van de vervoerregelraad om dat te gaan breken. En het is een beetje wat Willy ook zegt, en ik denk dat een beetje het verhaal is, hoe willen wij het aanpakken? Wij willen los van alles eerst een groot verhaal schrijven en dan langzaamaan afdalen. En het voordeel is, als je een groot verhaal schrijft, daar is iedereen voor. Iedereen is voor grensoverschrijdende samenwerking. Iedereen wil duurzame mobiliteit hebben. En het wordt pas moeilijk hoe feller je gaat afdalen, omdat je dan natuurlijk keuzes gaat moeten maken. En dat is natuurlijk iets wat een hele moeilijke is. Maar door het feit dat je eerst dat globaal verhaal zegt, en je zegt van ja, de problemen die achteraf komen, daar trekken we ons niet van aan, kan je wel een heel sterk verhaal gaan schrijven, waardoor ook mensen beginnen te geloven in dat verhaal. Ja, helder. Dat was overigens ook vorige week kwam dat goed aan bod in de fusiehaven van de North Sea Port. Dat het daar was eigenlijk heel belangrijk geweest, de grensoverschrijdende commissie die was gerealiseerd, om een soort van ruimte te bieden om zo'n beslissing te kunnen maken. Hè. Dus
Er was eigenlijk vrij hoog in de boom in eerste instantie gezegd, we werken samen. En pas daarna kon dat project volgen. Maar misschien zijn het ook wel vaak hele praktische dingen. Ik ervaar het zelf wel eens. Ik woon zelf in Rotterdam en als ik dan toch heel graag naar Antwerpen ga, alleen al bijvoorbeeld om een mooi paar schoenen te kopen, dat kan je hier in Rotterdam eigenlijk niet, dan moet je toch naar de internationale desk, hè, als je je kaartje koopt. En dat is toch eigenlijk waanzinnig. Terwijl we in Nederland helemaal niet meer eens weer weten hoe dat met die kaartjes ook weer zat, omdat we allemaal met zo'n OV-chipkaart zitten en binnenkort worden we waarschijnlijk op onze telefoon geïntegreerd. En dus ook die hele laagdrempelige zaken die het gebruikelijke grensoverschrijdende verkeer mogelijk moeten maken, dat vergt misschien toch ook nog wel wat aandacht. Bruno, hoe kijk jij naar deze discussie? Want het was interessant, de stelling bij jouw verhaal was, het is nodig om een volwaardig functionele stedelijke gebieden te realiseren over de grens heen, wars van culturele en mediabarrières. En daar was vrijwel iedereen het mee eens. Kan je het ook haast niet mee ons eens zijn, denk ik. Maar hoe kijk jij naar die discussie? Ik denk dat als reactie ook op zijn verhaal, dat gebied tussen Genk en Terneuzen en Vlissingen, zijn wij bezig met een verhaal te schrijven, dan het Noord-Zuid-Kordist, waarbij we al die grensoverschrijdende belangen in de breedste zin van het woord, niet louter economisch en niet louter mobiliteitsgericht, met elkaar proberen gaan afstemmen. We zien ook de functie van Gent als stedelijke kern en de aantrekking die daarvan is vanuit Terneuzen in het zoeken naar zorg, naar cultuur, naar onderwijs. Die is zeer nadrukkelijk aanwezig als je kijkt de verplaatsing die je moet maken vanuit de geïsoleerdheid van Zeeuws-Vlaanderen richting de Randstad, is dat Gent in het denken veel nadrukkelijker aanwezig in de hoofden van de mensen in Terneuzen. En wat dat we dan de komende jaren zien gebeuren, North Sea Port zal economisch zich verder ontwikkelen. Er zijn ideeën om ook Zeilzaten meer als een klein stedelijk gebied te gaan beschouwen, om ook daar het potentieel te gaan verhogen. Dus een kernverdichting, waardoor dan ook het belang van die grensoverschrijdende netwerken enkel maar kan toenemen. Ik denk dat dat belangrijke evoluties zijn die we de komende jaren, decennia gaan zien gebeuren en die eigenlijk wel het belang van die stedelijke kernen langs die as bevestigen. Ja, dus het is vrij precies over en weer herkennen en erkennen van wat er nodig is. Ik vond het interessant dat de stelling waar mensen na het verhaal van Willy op konden reageren, het accommoderen van korte afstanden, is voor de economische ontwikkeling van een grensgebied ondergeschikt. Je moet juist de verbinding tussen de wat grotere kernen realiseren, dat die precies op 50-50 uitkwam. Ofwel het is een onduidelijke stelling, ofwel de meningen zijn echt verdeeld en het is daarmee een hele goede stelling. Dus de vraag is natuurlijk ook een beetje van waar zet je die ambitie op in? Als je weet hoe ingewikkeld het is en alles wat daarbij komt kijken, wat is dan het goede startpunt? Wat is het goede richtpunt? Willy, kan jij daar iets over zeggen? Graag. Ik denk dat er van Spartacus geen sprake zou zijn mocht er een historisch goed intercity-netwerk zijn blijven bestaan. Dan laat dat duidelijk zijn. Ondertussen zijn we natuurlijk ver in de 21ste eeuw geëvolueerd en zijn ook steden hele fluïde gebieden geworden, in tegenstelling tot de 19e eeuwse industriële stad. Wat maakt dat we eigenlijk in rasters, knopen en multimodaliteit moeten gaan denken. Ja, dus en dat is een hele goede aanvulling natuurlijk op dat intercity-verhaal van zeg maar het begin van de treinontwikkelingen.
En daarin vind ik dan zo een light rail of een sneltram een goede tussenpositie die inderdaad aan een redelijk concurrentiële tijd steden verbindt en tegelijkertijd op een paar, niet veel, een paar tussenhaltes eigenlijk ook een ruralere, landelijkere regio duurzaam ontsluit en verbindt. Wat ook wel de vraag is natuurlijk in die gemeente en voor die bevolkingsgroepen. Ja, dus ik heb het altijd wel een second best genoemd, hè, want dit is van de nood een deugd maken om met dit soort netwerken aan de slag te gaan. Maar de beide zijn belangrijk, zoals ik zei. De Universiteit Maastricht heeft een enorm kamertekort en dat zal zich aan de Belgische kant manifesteren. Dat doet het nu al op fietsafstand, maar ook residentieel zal Maastricht een stuk daar groeien. Er is ook niks mis mee. En daar zit een win-win in natuurlijk voor zowel Maastricht en Nederlands-Limburg als voor de Belgische kant. Als we dat willen, als we dat ruim genoeg willen opvatten en op langere termijn de merites willen zien. Daar ben ik van overtuigd. Bruno, als ik het goed begreep, gaf jij in je presentatie dat eigenlijk ook aan. Hè? Dat eigenlijk op meerdere schaalniveaus die actie gewenst is. Ik herken dat ook sterk in in hoe die concessies van de busverbindingen bijvoorbeeld over en weer zijn geregeld. Dat is best ingewikkeld, wil je daarop voort kunnen bouwen. Toch vond ik het wel interessant dat als de vraag in de poll die langskwam om de bereikbaarheid in de grensregels te verbeteren, moet je vooral richten op fiets en mobility as a service oplossingen, dat dan toch het grootste deel oneens is. Hè, en dan toch denkt van ja, maar we hebben toch wel een aantal van die wat stevigere openbaar vervoerverbindingen nodig. Tenminste, dat is een beetje hoe ik deze uitslag lees. En met andere woorden, dat hoogwaardig openbaar vervoer over de grens is noodzakelijk en tegelijkertijd weten we hoe ingewikkeld het is. In de chat wordt dat ook nog een keer aangehaald met de tram Hasselt-Maastricht, wat een drama wordt genoemd. En nou, dat zijn natuurlijk niet alleen maar grensoverschrijdend overigens. Bijna alle light rail projecten in Nederland zijn een drama te noemen en komen er niet of veel te laat voor veel te hoge kosten. Hoe kijk jij daarnaar, naar die stelling? Hè? Moet je dan toch blijven focussen op dat ingewikkelde, hoogwaardige openbaar vervoer, ondanks dat het zo ingewikkeld is? Of kan je ook hele andere type maatregelen nemen, waar de chat het dus niet mee eens is? Maar ik heb oneens geantwoord, omdat de stelling toch, denk ik, wat meer nuance vertraagt. Ik denk dat het waar mogelijk is naar potentieel, en dan kijk ik naar Gent-Terneuzen, de focus moet liggen op de installatie van een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer en dat in een vervolgstap Maas en fiets de verfijning is om vanuit een aantal hop-inpunten letterlijk op de werkplekken, op de kades, te geraken in dat economisch gebied. Die afstanden in de kanaalzone richting de werkplekken, onderschat dat niet. Als je naar ArcelorMittal kijkt, dat is groter als de kernstad van Gent. En dan is er ook vandaag ook tegelijkertijd de vaststelling, bij Douw in Terneuzen werken ongeveer 500 Vlamingen. Die zijn allemaal uitsluitend gericht op autoverkeer. Terneuzen ziet veel menselijk jong kapitaal de Randstad opzoeken en die komen nooit meer terug. In Gent heb je een academische omgeving met hogescholen en universiteiten. En tussenin liggen er 100.000 werkstellingsplekken in combinatie met een haven waar dat een klimaattransitie, een energietransitie aan de gang is, waar dat de komende jaren enorm veel infrawerken gepland staan. Nieuwe energiecentrales, het verhaal van de groene waterstof, daar is men aan het smeken achter ingenieursprofielen en die vacatures raken moeilijker en moeilijker ingevuld. En aspecten die daar ook in spelen, en dat wordt aangegeven vanuit werkgevers, ook werkzoekenden, is het ontbreken
aan goed openbaar vervoer. En dat speelt zowel bij de lage economische profielen als de hogeropgeleide profielen, die elk hun eigen beweegreden hebben om niet in te stappen in een vacature in die kanaalzone. En dan denk ik dat we een probleem hebben. En een probleem dat een oplossing vraagt door waardig openbaar vervoer in de verfijning van Maas en Fiets te gaan uitrollen. Ja, dus dat wat je beschrijft is die economische transitie eigenlijk gekoppeld aan andere grote transitievragen in de regio. Maar dat vraagt om een openbaar vervoersoplossing die er misschien eerder niet was. Sven, hoe kijk jij daarnaar? Want het is je ziet de nadruk op het autoverkeer in die grensregio's is natuurlijk gigantisch. Ja. Zie je daar ook die verandering ontstaan, maatschappelijk gezien? Nee, die zie ik nog niet. Die zie ik nog niet. En het bewijs zit zelfs in deze chat al, hè. Als ik in de chat kijk, van, is er commentaar over het feit dat de tram Maastricht veel te veel geld gaat kosten en weet ik wat nog allemaal. En dat is een vraag die wij ons nooit stellen als het gaat over auto-investeringen. Als het verhaal van Kerensheide wordt heraangelegd of het knooppunt in Lummen wordt heraangelegd of in Gans-Vlaanderen of in Nederland heel zware infrastructuurwerken voor de autosnelwegen te gaan vlotter te doen rijden, extra rijstroken en weet ik wat nog allemaal, is er niemand die die vraag stelt, is dat wel zinvol besteed geld? Maar als het gaat over openbaar vervoer, stellen we ons allemaal de vraag, en wij als openbaar vervoermensen hier in deze, of duurzaamheidsmensen in deze groep, stellen die vraag ook nog, en dat is pas erg. We zouden eigenlijk die vraag niet mogen stellen. Godverdomme. We zouden onder moeten zeggen van, kijk jongens, fuck de auto, hè. We gaan hier voor duurzaamheid. En daar, dat is een beetje het grote probleem. Wij zagen de poten uit onze stoel zelf onder onszelf uit. En dat is niet correct. En wat Bruno zegt, heeft hij 100% gelijk in. Er zijn heel veel profielen die niet ingevuld kunnen worden, omdat mensen er niet geraken. Met openbaar vervoer, omdat nu eenmaal niet iedereen een chique BMW heeft om te rijden. En dat is een wezenlijk probleem, maar dat is nog een sociaal probleem ook, hè? Ja. Nee, en het is een, dus je zegt eigenlijk, het zijn twee dingen. Het is een wezenlijk probleem en misschien onder de oppervlakte, dat zien we misschien ook te weinig. En tegelijkertijd is het een ambitieprobleem. We moeten ons ook gewoon kunnen uitspreken over het openbaar vervoer als ruggengraat voor iedere verbinding. Hè. We zeggen hier in Nederland wel eens, je moet eigenlijk altijd die keuzevrijheid hebben. En dus ook voor het hoogwaardige openbaar vervoer. En die is er vaak niet. Toch zie ik dat in Nederland die keuze, zeker waar het gaat om verdere verstedelijking, heel sterk is gelegd. Hè. Dus we willen eigenlijk niet meer bouwen waar geen openbaar vervoer is. En dat betekent echt een andere richting die de verstedelijking opgaat. Ik zie eenzelfde beweging in Vlaanderen ook gebeuren. Hè, dat is ook heel duidelijk. De knooppunten zijn absoluut daar heel duidelijk voorbeeld van. Maar in die grensoverschrijdende gebieden is dat heel ingewikkeld. Dat is toch eigenlijk vreemd. Dat is vreemd, maar het is wel zo ook. En ik vind wel dat we moeten kijken van... als we nu toch de vergelijking maken met Nederland en België, vind ik het wel een heel goed verhaal. Maar voor een stuk worden jullie ook een beetje gedwongen om duurzamer te worden. Denken we maar aan heel de discussie rond de lucht en de 100 km per uur op de snelwegen. En dat is nu eenmaal juist mijn pleidooi ook in de vervoerregio Limburg. Jongens... Het gaat niet over duurzame mobiliteit. Het gaat er niet over. Het gaat eigenlijk over het feit of we binnen een jaar of 10 nog allemaal zuivere lucht kunnen inademen. Of we niet ziek worden van de luchtvervuiling. En als we daar iets moeten aan doen, dat is onze insteek om ervoor te pleiten om voor dat duurzaam vervoer te gaan. Om ervoor te zorgen dat mensen minder de auto nemen. Ik heb geen probleem met mensen de auto nemen. Maar mensen moeten... Bij mij in de straat, ik neem het dikwijls als voorbeeld, mijn buurman, die neemt een auto om naar de bakker te gaan, op zaterdag en zondagmorgen. En de bakker is hier 250 meter wandelen. Dat is toch crazy, hè? Ja, ja. En daar zit eigenlijk het probleem. En we moeten veel meer vanuit lucht en gezondheid ons verhaal brengen dan eigenlijk van het duurzaam verhaal. Want we gaan allemaal gewoon kapot aan ons verhaal, aan onze milieu en onze luchtkwaliteit.
En dat is denk ik veel, dat je veel meer capaciteit om te verkopen, om mensen, dat kun je mensen duidelijk maken. Ja. Nou ja, vanmorgen was het nog weer nieuws, tenminste hier in Nederland. Dat lang niet alle Nederlandse steden het erg goed doen in de statistieken van de luchtkwaliteit in Europa. Wordt dan altijd toch nog wel eventjes naar Italië geweest, dat het daar nog veel erger is en dat het hier behoorlijk is verbeterd. Hè? Dat vind ik ook apart, dat de verbetering al wordt gezien als succes, terwijl we nog steeds niet aan de normen voldoen. Hè? Zeker ook een stad als Rotterdam is dat echt zeer ernstig. Hè? De hoeveelheden gevallen astma bij jonge kinderen zijn gigantisch, dus dat is direct verband. En toch overtuigt dat nog onvoldoende, vreemd genoeg. Misschien, ik wil nog één punt aan stippen. En we hebben nog maar een paar minuten. En misschien zijn er nog... Rien, wil jij nog eventjes naar de chat kijken of er nog dingen zijn die we echt eventjes ter sprake moeten laten komen. Maar toch nog eventjes, het is een beetje een precisiepuntje, maar wel een belangrijk. En dat is die data. Wat moeten we daar nou aan doen? Want het is zo herkenbaar. Wij zijn veel bezig met het in kaart brengen van de hele lage landen. En daar hebben we het heel dikwijls gemerkt. Zeker waar het gaat over vervoersstromen. Aggregeert de data opeens naar een heel land toe. Hè? Als je de grens overgaat, dan worden alle getallen opeens bij elkaar opgeteld. Alsof iedereen uit Vlaanderen naar het centrum van Nederland toe gaat dan op de kaart. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat is toch een probleem waarvan je zou moeten denken, dat moet toch oplosbaar zijn. Hebben we een suggestie voor een eerste stap daarin? Sven, jij zit er misschien het dichtst bij, weet ik niet. Vervoersmodellenkant en de data. Het is natuurlijk altijd, en dat is een beetje ook de behoudgezinde reflex van de landen natuurlijk, hè. Zowel van Nederland als van Vlaanderen. Men ligt er eigenlijk te weinig van wakker. Dat is een beetje het probleem. En we moeten dat op de politieke agenda krijgen, dat men daar echt gaat investeren, want dat is de enige mogelijkheid. Dus je zou eigenlijk een model moeten kunnen maken van die grensregio vanaan de Noordzee tot aan de grens met Duitsland en met Wallonië eigenlijk. En liefst zelfs nog verder. Maar we moeten eigenlijk naar een grensoverschrijdend model gaan waarbij je eigenlijk die stromen echt kunt gaan inzetten. Waarbij er tellingen nodig zijn uiteraard. Op zich is dat allemaal niet meer zo'n groot probleem. Want er zijn vandaag de dag heel veel moderne technieken die u dat eigenlijk relatief simpel zouden kunnen laten doen. Dat moet ook geen model zijn dat tot in het heel detail is uitgewerkt. Dat kan nog. Dat laten we daar maar binnen 10 jaar zijn of binnen 15 jaar. Maar ik denk dat we een aantal concrete stappen moeten kunnen zetten. En we zouden eigenlijk de ministers moeten kunnen overtuigen dat dat wel echt belangrijk is, dat verhaal. En daarom denk ik dat ook zo'n vereniging gelijk jullie ook daar een rol kunnen inspelen van jongens, dat is wel van wezenlijk belang, hè, jongens. Ik weet wel, dat is niet zo sexy. Daar ga ik je misschien niet mee in de krant. Maar het is wel de absolute noodzaak om uw beleid te gaan uitvoeren op termijn. Zeker. Volgens mij, frappe toujours, hè, dus volgens mij is dit echt eentje die we nog wel een keer extra onder de aandacht kunnen brengen bij het departement. We hebben er ook meermaals over gesproken met het Planbureau voor de Leefomgeving hier in Nederland. En of dat niet ook een klein beetje als een gezamenlijk project kan worden opgezet. Ook daarbij wreekt zich dan weer dat die organisaties allemaal net eventjes anders zijn ingericht en andere sturing kennen over de grens, maar dat mag toch niet ons in de weg staan dat we dit probleem niet tackelen. Rien, ik kijk nog eventjes naar jou. Kom anders ook nog even bij. Ik haal je er even bij. Hier, Rien. Ja, er werd nog één interessante vraag gesteld in de chat rond in hoeverre de verduurzaming van het automobielpark een oplossing is in die mobiliteitstransitie en dan vooral de grensoverschrijdende mobiliteit. Heeft iemand daar iets op? Ik denk dat dat een ideale vraag is voor Willy. Die kan er perfect op antwoorden. ik zit te popelen. Ja. We
praten over knopen van verschillend gehalte, schaal en afstand. Hè? Dus stedelijke gebieden en dergelijke meer. Je moet dat soort verplaatsingen altijd zien als een keten en dan kijken naar herkomst en bestemming en ook naar de pijnpunten aan een van de twee kanten. Aansluiten op wat Sven zei, maar ook wat Bruno daar straks zei. In Belgisch Limburg zijn we zeer autoverslaafd. Van oudsher, en daar kunnen we alle alibis voor bedenken, ruimtelijke ordening enzovoort. En dat betekent ook dat iedereen quasi, zeker politici, ook vanuit die auto denken en dan zeggen waar moet ik naartoe en haal ik dat dan en wat is dan de relevantie van zo'n openbaar vervoernetwerk. Wat omgekeerde geldt natuurlijk ook. En mensen leren dat wel aldoende, maar het wordt alleen niet geabstraheerd. Ik geef even opnieuw een voorbeeld. Maastricht is een heel interessante shoppingstad met een heel duidelijk, simpel, maar parkeersysteem. Waar je natuurlijk de nodige tarieven betaalt die niet exuberant zijn in vergelijking met Amsterdam. Maar toch, voor Belgische normen liggen die vrij hoog. En dan zie je eigenlijk enorm veel mensen toch die bus leren kennen. Om naar Maastricht te gaan. Hè? Dus aan die kant, aan de bestemmingskant van die rit, is die auto, hoe elektrisch enzovoort hij ook mogen zijn, niet meer interessant. Ja? Het omgekeerde geldt ook, hè? Dat wou ik aanvullend op wat Bruno zei ook wel even aangeven. Ik heb een aantal collega's die bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek werken en een filiaal hebben in Genk, op het Torpark, een wetenschapspark, waar toch hogere profielen zitten. Maar die mensen wonen heel vaak in het Leuvense. Die zijn dan blijven hangen na hun studies enzovoort. En die vinden dat een hopeloze zaak om dat te doen. Want aan hun herkomstzijde hebben die vaak geen auto of maar één voor hun huishouden. En die zijn helemaal niet zo autoverslaafd. Want al de rest van hun activiteiten doen ze met de trein. En die zouden dat graag ook gewoon verder zetten richting Limburg toe. En dan wordt dat een probleem. Ja, dus je moet eigenlijk altijd die twee kanten. Naarmate we klimaat en dergelijke serieuzer gaan nemen, worden die drempels om met welk autosysteem dan ook, om dat te blijven inzetten, worden die eigenlijk hopelozer. Hè? En laat ons eerlijk zijn, Sven heeft dat ook hartstochtelijk bepleit. Een auto met welke energievorm ook is een ruimtevreter die in die stedelijke agglomeraties natuurlijk letterlijk en figuurlijk geen plaats meer vindt. Ja, wat zijn emissie norm of graad ook zijn mag. En dan heb je die netwerken nodig. Nogmaals, ook wat het kostenplaatje betreft, de exploitatie van een openbaar vervoerssysteem, dat wordt nooit rendabel in C. Het geld wordt verdiend en uitgespaard op het niveau van ruimtelijke en omgevings- en ecologische kwaliteit. Ja. Als je door een goed rasternetwerk de brain drain kan stoppen en mensen op een interessante plek kan laten wonen, aan de Belgische kant, Nederlandse kant, maakt mij allemaal niet uit. Daar verdien je geld en maatschappelijke ontwikkeling mee. Of zich dat in abonnementen, treintickets vertaalt, dat zal nog blijken. Maar een oud collega van mij zei ooit, goed openbaar vervoer kost veel geld, slecht openbaar vervoer nauwelijks minder. Ik denk dat we dit moeten blijven onthouden met de globale ontwikkeling in het achterhoofd. Nou, mooi. Dank voor die mooie afsluitende quote ook, Winnie Meermans. Sven Liet en Bruno Reniers, dank jullie wel voor dit gesprek. Rien, nog eventjes de laatste woorden voor jou. Dankjewel, ook van mij uit veel dank aan jullie drie. Ons publiek wil ik nog graag uitnodigen voor de laatste sessie in deze webinarreeks. Volgende week dus. Hè? Zelfde plaats, zelfde tijd. In het teken van grenzeloos landschap, hè? Plattelandsontwikkeling. De inzet is voor samenwerking over die landsgrens heen. En we gaan kijken naar drie innoverende structurele samenwerkingen. Het grenspark Groot-Saaftingen, het rivierpark Maasvallei en de Westhoek in op de grens Vlaanderen-Noord-Frankrijk. En op die manier hebben we een beetje niet enkel naar de grens Nederland-Vlaanderen gekeken, maar kijken we ook eens naar wat kunnen we leren van die Vlaams-Franse samenwerking. U ontvangt daarvoor nog een mail met Zoomlink en programma. En deze sessie, deze webinarsessie, die zal ook, net zoals de vorige, te herbekijken zijn op YouTube. Veel dank voor nu en ik hoop u volgende week allemaal terug te zien.
Dank u wel. Dank u wel. Tot ziens. Bye bye. Dat was leuk. Ja, heel leuk.